Dan gaan we nu over tot de uitreiking van de prijs. En mag ik daarvoor de juryvoorzitter, de heer Wijfels, vragen naar het podium te komen. De 19 inzendingen die wij hebben bekeken als jury zijn stuk voor stuk voorbeelden van de gewenste maatschappelijke verandering op weg naar een duurzaam en aantrekkelijk Utrecht in 2040. Want dat is toch het mikjaar van de provincie. De prijs maakt zichtbaar dat er heel veel energie is om samen op weg te gaan naar die duurzame provincie Utrecht. En voor zover ik het kan zien, en ik heb er een redelijk zicht op, is Utrecht één van de landelijke koplopers. De provincie mag worden geprezen om wat zij in algemene zin doet op het gebied van duurzaamheid, maar zeker ook voor het initiatief om deze prijs in het leven te roepen. Projecten van burgers en van bedrijven kunnen daardoor beter voor het voetlicht worden gehaald en dat ook ter lering en inspiratie voor anderen. Dus die 19 inzendingen waar ik over sprak, hebben wij in een eerste beoordeling als jury bekeken. En we zijn met name op zoek gegaan, de commissaris noemde dat ook al, naar projecten die zowel op economisch als op sociaal als op ecologisch terrein een betekenis hebben. Dus de triple P, de bekende triple P, als belangrijk selectiecriterium. En daarnaast is natuurlijk ook gekeken of de projecten ook als voorbeeld kunnen dienen voor anderen of verder kunnen worden opgeschaald. En die eerste beoordeling heeft geleid tot 5 genomineerde projecten. En dat zijn in willekeurige volgorde het tuinpark Laakzijde uit Amersfoort-Vathorst. Schone Zorg, ingediend door de Hogeschool Utrecht en Sintens. De Groene Hoeve uit Schalkwijk, ingediend door Vides. Het wijkgroenplan Zuid van de gemeente Utrecht. En de duurzame mobiliteit van het Hoogreemmaatschap Stichtse Rijnlanden. De afgelopen weken heeft de jury gesprekken gevoerd met de indieners van deze genomineerde projecten. Dus we hebben al deze mensen op de rooster kunnen leggen. En kunnen beoordelen wat de maatschappelijke waarde van die projecten nou feitelijk is. Nou, een van de dingen die ons sterk opviel tijdens die gesprekken was het grote enthousiasme dat achter die projecten steekt. En ook een aanzienlijk vermogen om een project neer te zetten dat echt bestempeld kan worden als een vernieuwend voorbeeld van wat op die weg naar de duurzame samenleving nodig is. En wij hebben als jury buitengewoon veel waardering voor de inzet en de creativiteit die wij zijn tegengekomen. Sommige projecten blinken vooral uit vanwege het particulier initiatief en het engagement dat er aan de grondslag ligt. Maar andere zijn juist mooi omdat ze laten zien dat een overheid die anders te werk gaat, een overheid die in deze tijd, de 21ste eeuw, passende bestuurstijl ontwikkelt, dat die overheid ook in staat is om de onderstroom in de samenleving aan te boren en die verder te versterken. Een belangrijk element. En natuurlijk hebben we ook gekeken naar het realiteitsgehalte van plannen. Kunnen ze ook werkelijk worden uitgevoerd? Werkt het in de praktijk? Nou, enfin, u begrijpt, het was voor ons niet eenvoudig, maar na intensief beraad zijn we toch unaniem tot een winnaar gekomen. En de winnaar van de duurzaamheidsprijs van de provincie Utrecht 2012 is de Groene Hoeve uit Schalkwijk. Het project De Groene Hoeve is een prachtig ontwerp waarin een boerderij wordt getransformeerd tot een woonhoeve voor senioren, vitale senioren wordt erbij gezegd, uit die lokale gemeenschap van het eiland van Schalkwijk. Er staat, als ik het goed heb begrepen, 10 of 12 volledig duurzame wooneenheden gepland
rondom een binnenplaats, zoals dat bij een traditionele boerenhoeve het geval is. Hè? Waarbij dus een duidelijke hofje als het ware creëert. Daarnaast omvat het plan aanvullende voorzieningen. We hebben het ook op het filmpje gezien. Zoals een groentetuin, een theetuin, een keramiekatelier en ook een aantal educatieve voorzieningen. Het plan creëert daarmee, en dat is de eerste P, een nieuwe economische drager voor het eiland van Schalkwijk. Maar ook het sociale aspect krijgt vorm door het scheppen van nieuwe, passende woongelegenheid voor ouderen in hun eigen omgeving. En dat ook nog gecombineerd met de mogelijkheid om actief te blijven in die verschillende economische activiteiten die in dat ontwerp hun plek vinden. En tenslotte valt op dat het ontwerp, behalve door natuurlijk duurzame bouw van die wooneenheden, ook ecologisch verantwoord is door een zeer fraaie landschappelijke inpassing. Ik weet niet of jullie Schalkwijk kennen, maar als je daar langs die weg rijdt, dan heb je van die diepe uitzichten in het landschap en die blijven helemaal intact in dit ontwerp. Er is ook veel aandacht voor het terugbrengen van beplanting die past op het eiland van Schalkwijk en de flora en fauna in dat gebied. De Groene Hoeve is daarmee een prachtig voorbeeld van een geïntegreerd ontwerp. Hè, waar de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor het maken van kwaliteit in de 21ste eeuw op een hele mooie manier met elkaar zijn samengebracht. Het is daarmee ook een prachtig voorbeeldproject dat gedragen wordt bovendien door een sterk collectief aan mensen. Niet alleen de architecten en de landschappelijke mensen, maar ook de eigenaressen van de boerderij en mensen om haar heen dragen samen dit project. Dus ook daar zie je dat eigenlijk sociale duurzaamheid in zekere zin de voorwaarde is voor ecologische en economische duurzaamheid. En dat vinden we, zeggen wij, terug in dit plan. En daarmee is de jury dan ook zeer gecharmeerd van dit plan. Het past erg goed in het tijdsbeeld en is een prachtig voorbeeld van de vernieuwende energie en creativiteit die zich momenteel in de Utrechtse samenleving manifesteert. En ik wil dan ook graag namens de jury de Groene Hoeve van harte feliciteren met het winnen van de Duurzaamheidsprijs 2012. Ja, goedemiddag dames en heren. Bedankt dat we toch nog even kort de mogelijkheid krijgen om iets te zeggen. Ik zou eerst toch heel graag Wout even naar voren ook willen uitnodigen. Want ik ben echt niet alleen degene die achter dit plan zit. Je moet zo zien, mijn taak is meer de ontwikkelaar. En Wout is de architect van het hele plan. Allereerst ook mijn felicitaties naar de buren voor de nominatie. Want toen wij op werden gebeld van jullie zijn genomineerd voor deze prijs. Dat voelde voor ons al echt als een hele overwinning. Maar goed, de prijs winnen is dan nog des te leuker. En ik denk ook dat het, wij zijn nu twee, drie jaar bezig met dit soort vernieuwende projecten. En ik zie deze duurzaamheidsprijs meer als een bevestiging dat we op de goede weg bezig zijn. En hopelijk dat we in de toekomst nog veel meer van dit soort mooie projecten kunnen realiseren. Vanaf deze plek wil ik ook graag de jury bedanken die natuurlijk heel veel tijd in deze duurzaamheidsprijs heeft zitten. Bedankt voor jullie komst ook en voor jullie interesse. En het programmateam natuurlijk van Utrecht 2040 dat veel met veel enthousiasme aan deze prijs heeft meegewerkt. En daarnaast, wat misschien nog wel even leuk is om te vermelden, het is ook zo dat het Hoogheemraadschap van de Stichtse Rijnlanden was genomineerd. Nou is het zo dat onze vader die werkt bij het waterschap, dus was thuis al een soort van tweestrijd van hey, wie gaat die prijs winnen? Dus bij deze ben ik extra blij dat we hem toch hebben kunnen winnen. Dat is heel erg leuk stof voor het avondeten. Dus dank je allemaal voor jullie aandacht.